Ook de linkse partij, PvdA, blies verzamelen vandaag op het festival Manifiesta in Bredene. Voorzitter Peter Mertens lanceerde daar voor 12.000 aanwezigen zijn plan voor de pensioenen. Hij riep op om mee te surfen op wat hij een nieuwe golf noemt tegen graaizucht en angst. En hij beloofde te zullen vechten tegen elke besparing die de regering op pensioenen wil doorvoeren. Er zijn ongelooflijk veel mensen die in armoede op de oude dag moeten slijten. En wij vinden dat dat niet meer kan. En de mensen hebben heel veel schrik. En dus hebben wij een actiealarm gestart. En wij vragen dat de mensen op zijn minst 3/4 pensioen hebben van hun gemiddelde loon in hun loopbaan. En dus dat betekent eigenlijk dat iedereen boven de armoedegrens komt. En dat de mensen boven 1500 euro minimumpensioen hebben.